misschien wel de moeder der swingfouten, is het oplijnen. En met oplijnen bedoel ik in dit geval het positioneren van het lichaam en de putter richting het doel. De meest gemaakte fout, spelers staan gericht met de voeten naar het doel. En je ziet nou die lijn van mijn voeten te veel gericht naar het doel zijn. Putter wordt neergezet, die twee lijnen vormen een rails. De speler put en mist de bal rechts. En wat denkt die speler? Ik mis mijn bal rechts. Mijn strook is niet goed. Ik moet die bal meer naar links gaan slaan. En dat gaat wel goed. Dat lukt ook vaak wel. Het kan ten koste gaan van je gevoel. Dus ik denk ook dat het goed oplijnen het gevoel gaat verbeteren. Als voorbeeld, als de camera de hole is en ik gooi een bal op deze manier, is het veel makkelijker om op gevoel die bal daar naartoe te gooien dan wanneer ik verkeerd oplijn. En in de beweging die bal nog naar die camera moet manoeuvreren. Dus oplijnen heeft ook een direct gevolg op gevoel. Maar oplijnen heeft natuurlijk ook een enorm gevolg voor je richting. Met name, kijk, op zo'n lange afstand als ik ga staan, valt het niet direct op dat mijn voetlijn verkeerd staat. Dus wat ga ik doen? Ik compenseer en ik denk, nou, dit is een goede put. Alleen het probleem van oplijnen zal zich niet voordoen op die korte afstand. Op die korte afstand sta ik keurig opgelijnd, putter op het doel, voetlijn parallel, dus links van het doel. Maar nu zit die herstelbeweging nog wel in mijn puttingstrook, waardoor ik die hole links ga missen. Dus dan denk ik in één keer van, hey, ik doe iets fout. Ja, je doet ook iets fout. Maar dat ontstaat al bij die lange put, dat ontstaat al bij het oplijnen. En dat wil ik met je even binnen gaan bespreken. Nou, wat ik binnen duidelijk kan laten zien met de visuals. Ik heb hier de rechte lijn naar het doel toe. Ik ga nu klaarstaan zoals ik buiten ook klaar stond. En dan zie je dat mijn voetlijn te dominant, te veel naar het doel wijst. En zodra ik mijn putter dan adresseer, en dat kunnen we zien aan de gestippelde lijn, staat de gestippelde lijn te veel rechts. Nou, wat je dan krijgt bij een speler in eerste instantie, die zal zijn put rechts gaan missen. En denken, ik put verkeerd. Nou ja, je put niet verkeerd, je lijnt verkeerd op. Dus de diagnose is anders. Wat doet die speler? Die zal in eerste instantie nog niet in de gaten hebben dat hij verkeerd staat opgelijnd. Dus die blijft zo start klaarstaan, maar gaat in de beweging een herstel maken en trekt daarmee, draait daarmee de putter op het doel. We noemen dat het zogenaamde poelen, een release, een face change. De face, de clubface, staat naar rechts en je roteert hem, je poelt hem, waardoor je hem op het doel krijgt. Maar lange termijn is dit natuurlijk niet de oplossing. Want als je op een korte put, en dat ga ik nu laten zien, goed staat opgelijnd. Dus ik sta nu met mijn voetlijn parallel aan de speellijn. En nou staat mijn stippenlijn ook goed. Nu zal ik nog steeds die herstelfout maken, waardoor ik die bal links mis. En nou is in één keer weer mijn strookfout. Dus om die reden is het zo verschrikkelijk belangrijk dat je goed leert oplijnen. Oplijnen is gewoon cruciaal om een goed bewegingsgevoel te krijgen, maar ook om een goede afspeelrichting te krijgen. Nou, een belangrijke tip die hierbij past, op het moment dat je een bal benadert, ga nou niet in eerste instantie het lichaam neerzetten, want dat wordt vaak te dominant naar het doel gezet. Het eerste wat je doet is plaats die putter naar het doel. En dat kun je op een aantal manieren doen. Je ziet een aantal toerspelers die zetten de putter gericht op het doel met de rechterhand. En zetten vervolgens de voetlijn daaraan parallel. Je hebt een aantal spelers die hebben de putter al volledig vast. Die zetten de putter eerst neer en plaatsen dan pas het lichaam. Of je hebt een aantal spelers die houden de voeten bij elkaar. Die zetten die putter al bewust neer en plaatsen dan pas die voetlijn. Maar het idee achter elke routine is dat eerst die putter gericht gaat staan op het doel. En vervolgens passen we het lichaam aan die stand aan. En dan pas putten we. Kijk, het werkt altijd. Nou is het wel belangrijk, op het moment dat jij deze fout ontdekt hebt bij jezelf, dat kun je doen door met iemand samen te spelen, en je weet, ik heb een beetje die herstelbeweging erin, dan moet die herstelbeweging eruit. En dat is wel heel belangrijk, dat je als je gaat trainen op het oplijnen, ik geef er dadelijk twee oefeningen voor,
Als je gaat trainen op het oplijnen, dat je ook gaat trainen om die herstelfout eruit te halen. Ook al sta je goed opgelijnd, train toch met regelmaat op het oplijnen. Dat doe je als volgt. Ook in dit geval is de camera weer het doel. Ik ga start klaarstaan gericht naar het doel. En zodra ik denk dat ik goed sta, ik ga even bewust een fout maken. Zodra ik denk dat ik goed sta, plaats ik die aimstick. Die had ik al paraat. En nu plaats ik die aimstick op een manier dat ik denk van ja, zo sta ik. Als ik dan achter de bal ga zitten en ik hurk door, dan gebruik ik mijn putter als mikker. En nou mik ik op het doel, op de camera. En nou zie ik in dit geval dat mijn voetlijn niet goed was. Dus ik plaats die aimstick parallel aan mijn putter. Vervolgens ga ik klaarstaan. En dit is een belangrijk onderdeel van de oefening. Kijk naar het doel, want je moet immers je beeld opnieuw kalibreren. Dit is goed. Net zag dit voor mij er goed uit, maar dit is niet de waarheid. De waarheid is, putter op het doel, één stuk parallel. Dit is de waarheid. Vervolgens ga ik klaarstaan. Ik kijk 1, 2 keer op en neer. Ja, ik weet hoe het zijn moet. En dan speel ik mijn put. Ik ken de oefening met een poortje. Wat ik zelf altijd doe, ik leg een spiegeltje neer. Maar je kunt het ook doen met een aimstick of een putter. Creëer een rechte lijn. Markeer de positie waar de bal ligt. En op die lijn creëer je een poortje. In dit geval heb ik 2 deurstoppers gebruikt. Maar je kunt er ook 2 ballen neerleggen. En buiten zou je 2 tees in de green spelen. Prikken. De fout die gemaakt werd, was dus. Die voetlijn stond verkeerd. We roteren de putter en we krijgen die bal op lijn. Maar op het moment dat de voetlijn nu goed staat en je roteert die putter nog steeds, dan raak je dus die deurstopper. Dus in dit geval kunnen we heel mooi het goede gevoel gaan creëren van ik sta goed opgelijnd, want ik sta parallel aan die lijn. Wat moet ik doen om die putter square te houden? Wat moet ik doen om die putter geen face change te geven? Wat moet ik doen om die bal op lijn te laten vertrekken? En het gevoel wat je erbij zult krijgen, zal waarschijnlijk iets zijn in de trant van blokkeren, tegenhouden, blad voor jouw gevoel, iets open houden. Elk gevoel is goed. En hoe je dat op gaat wekken, of je nou denkt aan de schouders, trek die linkerschouder omhoog, hou die rechterhand tegen, beweeg die linkerhand terug naar het doel, is jouw keuze. Dit is een manier, dit is een drill om te controleren of het daadwerkelijk ook goed is.